An ungrateful person, dus een ondankbaar persoon, can never be thankful, kan nooit dankbaar zijn for whatever happens, even though they say to you thank you. Voor de dingen die gebeuren, alhoewel ze tegen u zeggen dank u wel. And a grateful person, en een dankbaar persoon, is grateful for the minutest thing or minutest favor that comes to them. Is dankbaar voor het allerkleinste ding dat hun kant op komt, of de allerkleinste gunst die hun kant op komt. But that little thing. Maar dat kleine ding. That little thing in our heart. Dat kleine ding in ons hart. That thing that moves us to appreciate. Dat ding dat ons beweegt om te waarderen. That thing that moves us to recognize favor. Dat ding dat ons helpt om gunst te herkennen. That thing that moves us to have that warm feeling, not just for what we have received, but for the act of the other person. Dat ding dat ons beweegt om een warm gevoel te krijgen, niet alleen om hetgeen wat we hebben ontvangen, maar ook voor de handeling van die andere persoon, is a very powerful tool. Is een hele krachtige tool. Powerful. Krachtig. Machtig. Very, very powerful. Heel machtig. And there are things that it does. En het zijn dingen die het doet. You see, there are few things that we need to understand. Er zijn een paar dingen die we horen te begrijpen. About receiving. Over het ontvangen. Ladies and gentlemen, there is a law that governs receiving. Dames en heren, er is een wet die het ontvangen in banen leidt. It is a spiritual law. Het is een geestelijke wet. And it is set into motion the moment you receive. En het wordt zeg maar in werking gesteld zodra u iets ontvangt. Watch this. There are times that people think when someone does something bad to me, I have to open my mouth, curse the person, say something against the person. No, it's not necessary. Er zijn tijden dat mensen denken van als iemand mij iets slechts aandoet, dan moet ik mijn mond openen om die persoon te vervloeken of iets ervan te zeggen. Maar dat is niet altijd nodig. Or when you give something to me, that I open my mouth and say to you, God bless you. It's not necessary. En of dat ik mijn mond open wanneer u mij iets geeft, dat ik zeg van God zegen u. Dat is niet noodzakelijk. This is the covenant of God with Abraham and his descendants. Dit is het verbond van God met Abraham en zijn nakomelingen. Whoever blesses you, wie u ook zegent, I will bless. Zal ik zegenen. It's as simple as that. Dat is hoe simpel het is. So because I want blessings, dus omdat ik zegeningen wil, God bless you. Zegent God u. I bless you. Ik zegen u. The moment I said I bless you, het moment dat ik dat zeg, God blessed me. Heeft God mij gezegend. It's a law. Dat is een wet. The moment somebody gives to you, het moment dat iemand aan u geeft, whether you do it or not, of u het nou doet of niet, whether you know it or not, of u het nou weet of niet, whether you like it or not, of u het nou leuk vindt of the niet, moment someone gives something to you, het moment dat iemand iets aan u geeft, they automatically take something from you, nemen ze automatisch iets van u. Shall I say it again? Zal ik het opnieuw zeggen? It is a law. Het is een wet. The moment somebody gives something to you, het moment dat iemand iets aan u geeft, they spiritually take something from you. Dan nemen ze ook geestelijk iets van u. It's a law. Dat is een wet. If they give you something spiritual, als ze iets geestelijks geven, they will get something physical from zullen ze iets fysieks van if u ontvangen. They give you something physical, als ze iets fysieks geven, they will get something spiritual zullen from ze iets you. Geestelijks van u ontvangen. Everybody in this life, iedereen in dit leven, has been given a certain amount of grace, heeft een bepaalde mate van genade ontvangen, supposed to take care of them, wat voor hen moet zorgen, and keep them in righteousness, en hen moet behouden in rechtvaardigheid. As we all have received gifts from God, zoals wij allemaal gaven hebben ontvangen van that God, pertain to life, die het leven aangaan, and godliness, en goddelijkheid. So God has given every one of us, dus God heeft in ieder van ons, something, iets gegeven, something, iets gegeven, that will help us live life, dat ons zal helpen om het leven te leiden, and that will help us be godly, en dat ons zal helpen om goddelijk te zijn.
It's ours. Dat is van ons. Everything God has said about me. Alles wat God over mij heeft gezegd. That thing that he has placed on my life. Dat wat hij op mijn leven heeft geplaatst. That unseen thing. Dat spiritual thing. Dat geestelijke ding. Is a power. Is een kracht. That is at work in me. Dat werkt in mij. To make sure. Om ervoor te zorgen. That thing happens. Dat ding plaatsvindt. There is a certain anointing. Er is een bepaalde salving. Upon my life. Op mijn leven. That will cause me to prosper. Die ervoor zal zorgen dat ik voorspoedig zal zijn. Op materialistische wijze. And also on your life. En ook op uw leven is dat. Now watch this. En kijkt u hier naar. Whenever. Wanneer you give to me, u aan mij geeft, you don't go just like that. Dan gaat u niet zomaar. Because you have provided physically, omdat u iets in het fysiek heeft voorzien. I don't need, because you have provided, omdat je hebt fysiek voorzien. I don't need a certain power. Again, so that power which was given to me by God to get that thing leaves me and comes to you. Omdat u iets heeft voorzien aan mij, heb ik die kracht niet meer nodig. Dus die kracht verlaat me en komt naar u. Is somebody hearing me? Hoort iemand dit? It goes from me. Het gaat weg van mij. And it comes to you. En het komt naar u toe. When I give to you. Wanneer ik aan u geef. Your grace, uw genade, to get that thing, om dat ding te verkrijgen, because I have provided, omdat ik het heb voorzien, that grace will leave you, die genade zal u verlaten, and come to me, en naar mij toe komen. That is why the Bible says, dat is waarom de Bijbel zegt, the giver, de gever, is greater, is beter, than the receiver, groter dan de ontvanger, because I have taken from your life, omdat ik heb genomen van uw leven, without you liking it, zonder dat u het without leuk you vindt, knowing it, zonder dat u het weet, without you willing it, zonder dat u het wilt, without you. Whatever, zonder dat u wat dan ook, I have taken from you, heb ik genomen van u, by giving to you, door aan u te geven. It's just like the offering people bring. Is net zoals het offer dat mensen brengen. Every offering, ieder offer, is somebody's prayer topic. Is iemands gebedstopic. Somebody's sweat. Iemands zweet. Somebody's pain. Iemands pijn. Somebody's curse. Iemands vloek. And they lay it all in the on the. Altar. En ze plaatsen het allemaal op het altaar. The fire of God. Het vuur van God. Takes the curse, the sweat out of the money. Neemt de vloek en het zweet uit het geld. And then the money becomes ordinary money. En het geld wordt normaal geld. If we have not prayed over it. If we have not said take the offering from authority. Als we er niet over hebben gebeden of als we niet zeggen neem het offer vanuit autoriteit. And you take the offering, en u neemt het offer. You are taking home, dan gaat u naar huis. Somebody's curse, iemands vloek. Somebody's sweat, iemands zweet. Somebody's pain, iemands pijn. Somebody's shame, iemands schande. Somebody's trouble, iemands probleem. Okay. So, Gabby, because I gave you 10 euros. Dus Gabi, omdat Bishop mij 10 euro heeft gegeven. And met that 10 euro need you had. En met die 10 euro heeft hij mijn behoefte voor. I have taken out of your life. Heeft hij uit mijn leven genomen. The anointing. De salving. The grace. De genade. And the power. En de kracht. That God had given to you. Die God aan mij had gegeven. To create wealth. Om welvaart te creëren. I have taken a portion of it. Hij heeft een deel ervan genomen. It will look like nothing. En het zal op niets lijken. Give me soup. Geef mij soep. Then I want your birthright. Dan wil ik uw geboorterecht. So he takes it. Dus hij neemt het. So you don't understand. Sometimes you wonder what kind of work people are doing and they keep prospering and prospering and prospering. The secret is they are given. Soms vraagt u zich af wat doen mensen en ze blijven maar voorspoedig zijn voor spoedigheid en dingen het geheim and is hun geven. You are doing all the work in the world but you are not getting anything. The secret is you are receiving. En u doet al het werk in de wereld, maar u krijgt niets en het geheim is uw ontvangen. As long as you make yourself a receiver, zolang u uzelf een ontvanger maakt, you will never be able to give. Zult u nooit in staat zijn om te geven. And as long as you make yourself a giver, en zolang u uzelf een gever maakt, there will be no need, zal er geen noodzaak zijn, geen behoefte zijn to receive. Om te ontvangen.
Let me continue here. Laat me hier verder gaan. Somebody in the crowd said, say it again. As long as you have made yourself a receiver. Zolang u zelf een ontvanger heeft gemaakt. You will continually receive. Dan zult u blijven ontvangen. Mr. Beggar, keep begging. Degene Mr. Taker, keep taking. Degene die neemt, die blijft nemen. You have made yourself akagom. U heeft van uzelf een akagom gemaakt. You don't know akagom? Ask my people, Igbo. They will tell you. So the spirit that will stay with you, Habayakuta Mani Kalosa, I feel something. The spirit that will stay with you is the spirit of stinginess. Dus de geest die met u zal verblijven is de geest van gierigheid. But you have made yourself a giver. Maar u heeft van uzelf een gever gemaakt. Why should God let you lack? Waarom moet God ervoor zorgen dat, dat er gebrek is? You cannot be a continuous giver. U kunt niet blijven geven. If you lack. Als u gebrek heeft. Oh God, I'm scared now. Oh God, nu ben ik bang. If that is the case. Als dat het geval is. Then I won't take anything from anybody again. Dan zal ik niks van iemand nemen. No. Watch how it works. Kijk hoe het werkt. When somebody gives something to you, wanneer iemand iets aan u geeft, and you are grateful, en u bent dankbaar, and you are thankful, en u bent dankbaar, you get to keep their gift, dan mag u hun gave behouden, and God's gift, en Gods gave ook, on your life, op uw leven. That little phrase, die kleine zin, thank you, bedankt, dankjewel, dankjewel, Oshé. Dankjewel. Imela. Dankjewel. Medasi. Dankjewel. Mindabushi. Dankjewel. Grantangi. Dankjewel. Danki. Dankjewel. Gracias. Dankjewel. Toda. Dankjewel. Merci beaucoup. Dankjewel. That little phrase. Die kleine uitdrukking. Obrigado. Dankjewel. That little phrase. Die kleine uitdrukking. You have broken the counterflow. U heeft gebroken dat er een flow van u weggaat. Jesus has died for us. Jezus is gestorven voor ons. We can receive his life. We kunnen zijn leven ontvangen. And keep his life. We can receive his life freely. We kunnen zijn leven gratis behouden. But keeping his life. Maar zijn leven echt behouden. Will take gratitude from us. Heeft dankbaarheid van ons nodig. So be grateful. Dus wees dankbaar. That little dance. Die kleine dans. That little clapping of hands. Dat kleine geklap van handen. That little worship. Die kleine aanbidding. That gratitude. Die dankbaarheid. Being grateful. Dankbaar zijn. Number two. Nummer twee. Everything you are given. Alles wat u gegeven is. Has a purpose. Heeft een doel. There is a reason why I gave you the money. Er is een reden dat ik het geld heb gegeven. You took a loan from me. U nam een lening van mij. It has a purpose. Het heeft een doel. Right? Toch? Minister Ernest, why did you take the loan from me? Minister Ernest, waarom heeft u van mij geleend? To take care of your needs. Nedu, what did you say? To build a studio. Okay. Somebody took it to start a business. Who was that? Good. See, everybody takes something for something. Iedereen neemt iets voor iets. But watch this. Maar kijk hier naar. When you take. Wanneer u neemt. If you are not grateful. Als u niet dankbaar bent. Whatever the reason was for taking it. Wat de reden ook was dat u het heeft genomen. Is defeated. Is verslagen. You will never be able. U zult nooit in staat zijn. To use that thing. Om dat ding te gebruiken. For the purpose for which you took it. Voor het doel waarvoor u het heeft genomen. You went through school. U ging door school heen. You were not grateful. En u was niet dankbaar. Disrespect for the teachers. U was niet respectvol naar de leraren. Do you know what it cost them?
to teach you. Weet u wat het hen heeft gekost om je iets aan te leren? Your ingratitude. Uw ondankbaarheid. Will bring whatever it cost them on you. Zal datgene wat het hen heeft gekost naar u brengen. Whatever it cost them to teach you. Wat het hen heeft gekost om u iets aan te leren. Teachers who are not sleeping at night. Leraren die 's nachts niet slapen. To teach you. Ze studeren om iets te onderwijzen. Teachers who are frustrated. Leraren die gefrustreerd zijn. Because they are not getting enough pay. Omdat ze niet they goed teach you. Een goed loon krijgen. Ze onderwijzen and you are u. Not grateful. En u bent niet dankbaar. You will amount to nothing with that education. U zult dan niets worden met die educatie. Nothing. Niets. Pastor praying for you, teaching you, preaching. Een voorganger die bidt, u onderwijst en die predikt. And you are not grateful. En u bent niet dankbaar. Their prayer for you will go nowhere. Hun gebed voor u zal nergens naartoe gaan. Their travail will not bring fruit in your life. Their hard work. Hun harde werken zullen geen vruchten voortbrengen in uw leven. Travail is a French word. Adopted by English, travailler, which is to work. Mm-hmm. It will bring you nothing. Het zal u niets brengen. Absolutely nothing. Het zal u helemaal niets brengen. Gratitude is a very powerful thing. Dankbaarheid is een heel machtig ding. Nummer drie. When you are grateful, wanneer u dankbaar bent, you have opened yourself up. Heeft u zelf geopend? To receive favor again. Om weer gunst te ontvangen. When you are grateful. Wanneer u dankbaar bent. I help you. Ik heb u geholpen. You are ungrateful. U bent ondankbaar. Nobody will help you again. Niemand zal u dan weer helpen. Nobody. Niemand. And I will also not help you en again. Ik zal u ook niet meer helpen. Do you know why? Your gratitude is a morale booster. Weet u waarom? Uw dankbaarheid is een moraal booster. Opwekker. Yeah. When people are grateful. Wanneer mensen dankbaar zijn. You see, one thing that is destroying marriages. Iets wat huwelijken vernietigt. Is ingratitude. Is ondankbaarheid. You know, one of them, the man or the woman. De man of de vrouw, één van hen. Struggles very hard. Heeft heel veel moeite. Brings money. Brengt geld. And the other doesn't show any appreciation. En die andere toont helemaal geen waardering. Think about this. Denk erover na. The woman gets up in the morning very early. De vrouw wordt 's ochtends vroeg wakker. Here in Europe. Hier in Europa. Like this time that the weather is very warm. Zoals het nu bijvoorbeeld heel warm is. 4 a.m. 4 uur 's ochtends. To catch the metro. Om naar de metro te gaan. We do all these things. We doen al die dingen. Come home. Ze komt naar huis. To meet one shoe over there. Om dan een schoen daar te zien. Your shirt over there. Uw overhemd daar. You have eaten. U heeft gegeten. Left the dishes. En u heeft de afwas and gelaten. You are in the chair. En u zit op in de stoel the couch. Of u zit op de bank. Holding afstandsbediening. Remote. U heeft de afstandsbediening vast. Checking all so that her hard work will come and pay the bills again. You are destroying your marriage. Zodat haar harde werken weer de rekening kon betalen. U bent uw huwelijk aan het vernietigen. If she doesn't smile, don't blame the devil. Als ze niet lacht, geef de duivel dan niet de schuld. Because I will think you are the devil. Want ik denk dan dat u de duivel bent. At least a little gratitude. Show something. Toon op zijn minst een klein beetje dankbaarheid. A man struggles. Een man worstelt. Not making enough. En hij maakt niet, hij verdient niet genoeg. So what he was able to buy you this Christmas. Dus wat hij deze kerst voor u kon kopen. Was some dress that cost 75 euros. Was een jurk die 75 euro kost. Ladies and gentlemen, listen to this. Dames en heren, luister hier. Write it on the table of your heart. Schrijf het op het tafelbed van uw hart. The price of a thing. De prijs van iets is determined in the shop. Wordt bepaald in de winkel. But the cost of a thing. Maar de kosten ervan is determined by the one who got it. Wordt bepaald door degene die het heeft ontvangen.
So 75 euros may not be anything. Dus 75 euro is misschien but niet. But if I tell you what it cost me. Maar als ik u vertel wat het mij heeft gekost. To get 75 euros. Om 75 euro te krijgen. To buy that dress you are calling cheap. Om die jurk te kopen die u goedkoop noemt. I will not do it again. Dan doe ik het niet meer. One time, Mama, forgive me. Mama asked me a question. Een keer stelde mama mij een vraag. She said, Ben, ze zei, Ben, you used to always fix the house. You know, you will cook. Why did you stop? Eerst deed je altijd dingen in het huis. Je ging koken. Waarom ben je gestopt? I said, in gratitude. Ik zei, om dankbaarheid. Mama, you will arrange, you know, change the television position, change the chair. She will come. What is that? No, I don't like it. I want to. Then she will start fixing it again. Je zult dingen in het huis veranderen, bijvoorbeeld de televisie of de stoel. En dan zegt ze, nee, ik vind die mooi. Oh, okay, nice. Dus but after 3 months. Maar na 3 maanden. I said, do it. Toen zei ik, doe het. Ja. Yeah. You are expert. You are perfect. U bent de expert. You know how to do it. U weet hoe het moet doen. Do it. Do it. She said, and the food. I said, you will call me from work, and tell me, Ben, I want this. I want groundnut soup. I want this soup. I will prepare it. When you get home, you tell me no. I want to eat kinky. Eh? Whatever you want to eat when you get home, eat it. Ze zei toen aan het eten dan, toen zei ik als je belt vanuit het werk en dan zeg je wat je wilt, dan maak ik het, je komt naar huis en dan wil je dat niet meer eten. It's a very simple example, but do you see how can people stop doing things? Het is een simpel voorbeeld, maar ziet u waarom mensen stoppen met dingen it doen? It never brought a problem between us. See, I'm saying it, she's even laughing about it. It never brought a problem between us, but I'm saying the reason why I stopped, I didn't stop it in anger, but I stopped it in frustration. Het heeft nooit een probleem tussen ons veroorzaakt. Ze kan zelfs lachen. Maar, en ik ben er niet mee gestopt in woede, maar ik ben er mee gestopt in frustratie. Yes, sir. Appreciate every little thing. It is the power that makes it happen again. Waardeer ieder klein ding. Het is de macht die ervoor zorgt dat het weer plaatsvindt. Appreciate love. Waardeer liefde. It will make it continue. En het zal ervoor zorgen dat het verder appreciate gaat. Appreciate kindness. Waardeer aardigheid. It will make it continue. En het zal ervoor zorgen dat het verder gaat. Appreciate little acts. Waardeer kleine handelingen. Appreciate it. Waardeer het. If you have a million. Als u een miljoen heeft. And I give you 10 euro. En ik geef je 10 euro. Do you still have a million? Heeft u dan nog een miljoen? No. Nee. You have now a million and 10 euros. Nu heeft u een miljoen en 10 euro. When the Nigerians came to live in Ghana. Toen de Nigerianen kwamen leven in Ghana. The Yoruba people and the Igbos. Kwamen de Yoruba en de Igbos? Taught Ghanaians. En toen hebben ze Ghanese aangeleerd. In the 70s, or, yeah, 70s. In de jaren 70. Taught Ghanaians how to trade. Ze hebben Ghanese aangeleerd hoe ze konden handelen. You go to an Igbo trader. U gaat naar een Igbo handelaar. You show you are holding money. U laat zien dat u geld vast heeft. You buy something. Dan koopt u iets. Oh yes, you koopt buy. Sowieso iets. You will buy. U koopt iets. How much is this onion? Oh, it is so and so. Oh no, it's too expensive. How about this one? This one is okay. It's the same, but it's okay. Before you know, you have bought it. Je zegt hoeveel is deze ui? Zegt hij hoeveel is het? En dan zeg je nee, ik wil het niet. Zegt hij hoe gaat deze dan? And the way they will thank you. En ze zullen je heel erg bedanken. Ah, God bless you. God zegen u. Appreciation. Waardering. In a certain country, I'll mention the name of the country. In een bepaald land, ik zal de namen van niet noemen. You go, you have money, you want to buy something. The way they treat you, it's like you are coming to beg them to give the thing to you for free. U heeft geld en u wil iets kopen, maar de manier waarop u ze behandelt is alsof u hen smeekt om u iets gratis te geven. So I don't go back. Dus ik ga niet terug. Appreciation. Waardering. Amen. Amen. Any woman that keeps saying,
I can find a better man. You just signed your divorce papers. Iedere vrouw die zegt ik kan een betere man vinden, u heeft zojuist uw scheidingspapieren getekend. Any man that keeps saying I can find a better woman, you just signed your divorce papers. Iedere man die zegt ik kan een betere vrouw vinden, u heeft zojuist uw scheidingspapieren getekend. All men are children of Adam. Alle mannen zijn kinderen van Adam. All women are children of Eve. Alle vrouwen zijn kinderen van Eva. Okay, I've said my own. Point number four. Punt nummer vier. Gratitude is an expression of faith. Dankbaarheid is een uitdrukking van geloof. Any person that has faith. Iedere persoon die geloof heeft. Is grateful. Is dankbaar. You are grateful for every little thing that comes. U bent dankbaar voor ieder klein ding dat komt. The prophet Elijah. De profeet Elia. Was grateful. He was expecting rain. Hij verwachtte regen. And clouds that was as big as Israel itself. En wolken die zo groot waren als Israël zelf. But when he received cloud that was as big as a human fist. Maar toen hij een wolk ontving dat zo groot was als een menselijk vuist. He was grateful. Was hij dankbaar. Hannah was expecting a child. Hannah verwachtte een kind. But when the man of God came to talk to her. Maar toen de man van God met haar kwam praten. She was grateful. Was ze dankbaar. David was going into battle. David zal in de strijd gaan. But when he received a revelation that the battle was the Lord's, he was grateful. Toen hij een openbaring ontving dat de strijd van de Heer was, was hij dankbaar. Grateful for something that had not yet happened. Dankbaar voor iets wat nog niet was gebeurd. It wasn't there yet. Het was er nog niet. The victory was not there. De overwinning was er nog niet. But he was grateful. Hij was dankbaar. If God has done one miracle, als God één wonder heeft verricht, the grateful person says he will do it again. Dan zegt de dankbare persoon, hij zal het weer doen. The ungrateful person says that is past. What is he going to do for me now? De dankbare of ondankbare persoon zegt dat is het verleden. Wat gaat hij nu voor mij doen? There was a man in this church. Er was een man in deze kerk. He was constantly bothering me and papa this and papa and I don't have my documents. It's not been regularized. I want to have my stay permit. We prayed, trusted God, and by a miracle the man got his Dutch passport. Hij viel me steeds lastig. Hij zei, ik heb mijn papieren niet. Ik wil mijn verblijfsvergunning. En het is nog niet gebeurd. En toen baden we. En door een wonder kreeg hij zijn Nederlandse paspoort. He stopped coming to church. En hij stopte naar de kerk te Every komen. Every now and then he showed up. Soms kwam hij even langs. So one time he was in church. Dus een keer was hij in de kerk. And he came forward to give the offer. I said, hey, it's been a long time. Hij kwam naar voren om het offer te geven. Toen zei ik, hey, ik heb je lang niet gezien. I have to. I said, no, remember the God who gave you your stay permit. He will also help you stay. Toen zei ik tegen hem, denk aan de God die u de verblijfsvergunning heeft gegeven. Hij gaat er ook voor zorgen dat u blijft. He put his hand in his pocket, took out his Dutch passport and said, can I eat Dutch passport? Can I eat it? Toen nam hij zijn Nederlandse paspoort uit zijn zak en toen zei hij, kan ik mijn Nederlandse paspoort eten? I didn't say anything. Toen heb ik niets gezegd. Till this day. En tot deze dag. It's not just Dutch passport he is not eating. Is niet alleen de Nederlands paspoort dat hij niet eet. But Holland has refused. Maar Nederland heeft geweigerd. To bless him. Om hem te zegenen. When he spoke those words, the land heard. Toen hij die woorden uitsprak, hoorde het land het. The land heard. Het land hoorde het. Anytime anybody comes to the Netherlands for the first time and they come to see me, I make sure my feet touch the ground. Zorg ervoor dat mijn voeten de grond raken. And I say to the ground. En ik zeg tot de grond. I say Nederland. Ik zeg Nederland. Favor him. Wees gunstig voor hem. Or favor her. Of wees gunstig voor haar. I am grateful. Ik ben dankbaar. For what Netherlands has done for me. Voor wat Nederland voor mij heeft gedaan.
And so I keep receiving more favor. Dus ik blijf meer gunst ontvangen. And great things keep happening. En de geweldige dingen blijven the gebeuren. Reason why you are not prospering in this land de reden waarom u niet voorspoedig bent in dit land because you have disrespected this land. Is omdat u geen respect heeft voor dit you land. Have not honored the people. U heeft de mensen niet geëerd. You have not appreciated what you have gotten from here. U heeft niet gewaardeerd wat u heeft ontvangen van and hier. So even though you are in Nederland, dus alhoewel u in Nederland bent, you live like you are in Oshodi. Leeft u alsof u in Oshodi bent. Things are just not happening for you. Dingen gebeuren gewoon niet voor u. And they can't happen for you. En ze kunnen ook niet gebeuren voor u. You are ungrateful. U bent ondankbaar. You are ungrateful. U bent ondankbaar. And so you're not able to exercise faith. Dus u bent niet in staat om uw geloof uit te oefenen. People of God, listen. Mensen van God, luister. Whoever or whatever favors you, you owe them. Wat of wie dan ook u begunstigt, u bent hun iets schuldig. And you can never command them in faith. En u kunt hen nooit bevelen in geloof. You can never ask them in faith. U kunt hen nooit iets vragen in geloof. You can never receive in faith. U kunt nooit ontvangen in geloof. Till you pay them gratitude. Totdat u hen betaalt met dankbaarheid. Has this church been a blessing to you? Is deze kerk een zegening voor u geweest? Show some gratitude. Laat dankbaarheid zien. How about Bishop Bernard? Hoe zit het dan met Bishop Bernard? Or Bernard. Of Bernard. How about Muriel? En met Muriel? How about Ernest? En Ernest. How about Hortense? En Hortense. Show some gratitude. Laat dankbaarheid zien. How about Sandra? En Sandra. Show some gratitude. Laat dankbaarheid zien. You complain too much. U klaagt te veel. How come you spend 10 years complaining about my mistake? Hoe komt het dat u 10 jaar kunt klagen over mijn fout? And never talk about my favors. Amen. Did you hear me well? I said mistake. And favors. Hoort u dit goed? Ik zeg fout, maar u heeft het nooit over mijn gunsten. Something must change. Iets moet veranderen. God has brought us through. God heeft ons er doorheen gebracht. We are approaching the very last day. En we gaan naar de laatste dag toe. Where is your gratitude? Waar is de dankbaarheid? Is it in a dance? Is het in een dans? Is it in an offering? Is het in een offer? Is it in a sacrifice? Is het in een offer? An offering is what you yourself decide to give to God. Een offer is wat u zelf besluit om te geven aan God. A sacrifice is what God asks you to give to him. En een ander soort offer is wat God u heeft gevraagd om te geven aan hem. A seed is what you give by faith in expectation of a miracle. Een zaad is wat u geeft aan God in verwachting van een wonder. Where is your thanksgiving? Waar is uw dankzegging? Where is it? Waar is het? Where is your praise? Waar is uw prijs? Lofprijs. Where is your worship? Waar is uw aanbidding? Where is your gratitude to God? Waar is uw dankbaarheid naar God toe? Where is your offering? Waar is uw offer? Where is your sacrifice? The sacrifice God is asking of you. Where is it? Waar is het offer dat God van u vraagt? Where is it? Waar is het? You need to develop that attitude of gratitude for a higher altitude. U hoor die houding van dankbaarheid te ontwikkelen. Voor een hogere, dat je omhoog gaat. You're so ungrateful. U bent zo ondankbaar. All your friends that helped you. Al die vrienden die u hebben geholpen. What did you do to them? Wat heeft u met hen gedaan? And today you are struggling. En vandaag worstelt u. And you are complaining nobody wants to help you. En u klaagt niemand wilt u helpen. Ungrateful person. Ondankbaar persoon. Ungrateful. Ondankbaar. Your parents. Uw ouders. Is it only bad they did to you? Is het alleen iets slechts wat ze u hebben aangedaan? How about the good they did? Hoe zit het met het goede wat ze hebben gedaan? If they are witches for the bad they did, what are they for the good? Als het heksen zijn voor het slechte wat ze hebben gedaan, wat zijn ze dan voor het goede? At least let them be angels and witches at the same time. Laat ze op zijn minst tegelijkertijd engelen en heksen zijn. Show gratitude. Toon dankbaarheid.
God bless you for giving me water when I was thirsty. God bless you for giving me food when I was hungry. God bless you for clothing me when I was cold. God zegen u dat u mij drinken heeft gegeven, dat u mij eten heeft gegeven, dat u mij kleding heeft gegeven. God bless you. God zegen u. God bless you. God zegen u. This Christmas. Deze kerst. Some of you have prayed for me. Sommigen van u hebben voor mij gebeden. God bless you. God zegen u. Some of you have given. Sommigen van u hebben gegeven. Minister Ernest. Muriel. Gabi. Maya. Pastor Hortense. Pastor Hortense. Luchen. Nedu. Pastor Freeman. I'm trying to remember. Daniel. My brains are working very fast. Sister Shirley. Incredible giving. Geweldig gegeven. Quiet woman, but always making sure it is well with me. Stille vrouw, maar ze zorgt er altijd voor dat het goed gaat met me. Mama Fiane. Has a covenant with God. Heeft een verbond met God. To make sure it is well with me. Om ervoor te zorgen dat het goed gaat met mij. God bless you. God zegen u. When she's talking to mama, sometimes I cry. Wanneer ze soms met mama praat, dan huil ik. Talk to papa. Well, papa's shirt was too short and the neck. Let him do this. It was too cold. Let papa do that. Let papa do that. Papa was coughing. Is he okay? Is papa? Are you sure? I'm coming to the house. I said, thank God for mama Fiona. Ze zegt, praat met papa. Zorg ervoor dat alles goed met hem gaat. Thank God for Albert. Dank God voor Albert. You don't see him, but he's always with us. U ziet hem niet, maar hij is altijd met ons. Thank God for Mitchell. Dank God voor Mitchell. Chidi. Wonderful people. Geweldige mensen. Thank God for Akin. Dank God Moro voor Akin. The maestro, number one. Irlon. Where's Tante? She's not here. Tante? She's such a great blessing. Ze is zo'n geweldige zegening. Papa didn't mention my name. Sister Jackie, I've not forgotten you. Papa heeft mijn naam genoemd. Sister Jackie, ik ben u niet vergeten. No, Juliet, she wants me to be fat. Always bringing food. She wants me to be fat. She's my daughter, so I'll beat her. God bless you. God zegen u. Ogo, God bless you. God bless you. All the people that have been working in the church. Alle mensen die hebben gewerkt in de kerk. I know your private problems. Ik ken uw privéproblemen. You will see Brother Chino. Je zult broeder Chino zien. In pain. In pijn. When he sees me, he tries to pretend there is no pain. Wanneer hij me ziet, wil hij doen alsof er geen pijn is. Because he knows I'll tell him to stop. Want hij weet dat ik tegen hem ga zeggen stop. One time he didn't know I was looking at him. I was standing there. I was looking at him. He was going. The moment he saw me, he said, I'm going to help. I said, Brother Chino, rest. Een keer zag hij niet dat ik zag hoeveel pijn hij had. En toen hij me zag, toen deed hij normaal. Maar toen zei ik tegen hem, rust. Can we forget Sister Dulce. Kunnen zuster Dulce vergeten? Decoraties. Food. Eten. Till this day, tot deze on my dag, birthday, op mijn verjaardag, she sends food. Stuurt ze eten. You can ask her. Kunt haar vragen. The cake for my birthday. Who made it? Taart voor mijn verjaardag. She made it. Heeft zij my gemaakt. Sister-in-law, where is Doris? Mijn zuster Small Doris. Head, Doris. Oh, okay. Constantly making sure. Altijd ervoor zorgen. Thank you. Dank je wel. You are such an anointing and such a blessing. Je bent echt een salving en een zegening. God zegen je. Ruth was expecting me to wear my blue suit. I'll wear it. Don't worry. I'll wear it. I see all the hard work you put in.
Ik zie alle harde werk dat je erin zet. Most of the times when you will call Maya, I'll be in the car. Vaak als je Maya belt, ben ik in de auto. This man, I will surprise him. Deze man, ik zal hem verrassen. Matilda. Matilda, Mavis. What's her name? Sandra. Is that her name? Cheyenne's mother. Yeah. Akuya. Okay, Akuya. God bless you. God zegen u. Anna. God bless you. Church attendees. Kerkbezoekers. God zegen u. I'm able to mention some names because they are always close. But it doesn't mean they are doing more. Ik ben in staat een paar namen te noemen omdat ze altijd dichtbij zijn, maar dat betekent niet dat ze meer doen. Frenzy. See this thing. Ziet u dit? With, I mean, his knee problem. Met zijn knieproblemen. People that help us personally on the side. Mensen die ons persoonlijk helpen. Ako, sister Agatha, Kwame. Daniel, my son. Elijah, my son. Sister Rose. Bello. Auntie Bello. Is it Vero? Oh, okay. I thought it was Bello. I'm an Ashanti. God bless all of you. God zegen u allemaal. God bless you. God zegen u. One man. Eén man. Always praying for us. Die bidt altijd voor ons. Praying for the church. Bidt altijd voor de kerk. Desiring that we do well. Hij verlangt dat we het goed doen. Pastor Chris. Pastor Chris. Emmanuel. All we have to do is just call him. U hoeft hem alleen te bellen. Cliff. Brother Tony. Broeder Tony. Tony, go and pick this for me. Tony, do this for me. Tony, doe dit voor mij. Ga dit voor me halen. Thank you. Dank jullie wel. Pastor Emmanuel. Pastor Charlene. God bless you. God zegen u. Pastor Elect Freeman. God bless you. God zegen u. I want you to bow down your heads. Ik wil dat u uw hoofden buigt. See what I did? Ziet u wat ik heb gedaan? Start doing it. Start daarmee. Mention people. Noem mensen, benoem mensen. And thank them. En bedank hen. Thank them. Bedank hen. Just thank them. Bedank hen. I just want to thank you, Lord. Say goodbye to those that watched via Facebook. God bless you. Thank you so very much for always patronizing and standing with us. God bless you. God bless you. There are people whose names you have to mention. Thank them. Sing. I just want to thank you. Thank you. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you.
thank you. Dank u. All the deacons and deaconesses. Chinedu. Alle diakenen, Chinedu. Sunday school workers. Zondagsschoolwerkers. Thank you. Dank u. Protocol. Protocol. Ashes. Ordewerkers. Thank you. Dank u. Prayer team. Gebedsteam. Thank you. Dank u. All those that follow on Zoom. Zij die volgen op Zoom. Thank you. Dank u. All the ministers. Alle ministers. Thank you. Dank u. Everyone that in one way or the other. Iedereen die op een of andere manier. Has been a blessing. Een zegening is geweest. I'm saying thank you to you. Ik zeg dank u. And I thank God. En ik dank God. For your life. Voor uw leven. I just want to. Being weak has not stopped. This morning, Mama was asking me, "Are you sure you can preach?" I said, "Yeah." Mama vroeg me vanochtend, weet je zeker dat je kunt preken? Ik zei, ja. Since Sunday. Sinds zondag. Doris made some pastries. Then I ate two of the pastries. Oh, Doris maakte een paar gebakjes en ik at ervan. And Muriel made some cake. En Muriel maakte cake. I won't go further. Ik zal niet verder gaan. And I tasted that cake. En ik proefde ervan, van de taart. Since Sunday. Sinds zondag. I have waited on the Lord and ik heb gewacht prayed, op de Heer. And prayed, gebeden. For you. Voor u. Everybody put your one hand up. If you know, say you know, no defeat. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Put your one hand up. If you know, say you cannot be stopped. I'm a winner, I'm a winner. Doesn't matter what the situation. Go say or go tell I'm you. I'm a winner, I'm a winner. Make this bold confession. In the face of Wahala. I'm a winner. God is my side, oh. He will never leave, oh. And I'm an overcomer. I don't know defeat, oh. Everything I do, every word I say, everything I touch, I just a winner. With God on my side, I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. Come rain or shine, I will be on top. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. I'm winning in the morning, winning in the afternoon or night. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner. My cup overflows with power in the name of Jesus. I'm a winner.